Lucas hoofdstuk 15 staat bekend als de Lost and Found sectie. Daarin vinden we drie verhalen van iemand die iets verloren heeft. Van vers 3 tot 7 vertelde Jezus de gelijkenis van een herder die een schaap heeft verloren. In de versen 8 tot 10 vertelde hij het verhaal van een vrouw die een munt kwijt was. Van vers 11 tot 32 sprak hij over een vader die een zoon verloor. De laatste gelijkenis van Jezus, bekend als de gelijkenis van de verloren zoon, draait om drie hoofdpersonen. De vader, de jongste zoon en de oudste zoon. Wanneer we echter de context waarnemen waarin het werd verteld, ontdekken we wie elk personage vertegenwoordigt. De context van de gelijkenis is te vinden in de openingsversen van hoofdstuk 15 van het boek Lucas. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Probeer je de scène voor te stellen. Op een dag kwamen de zondaars naar Jezus en nodigden hem uit om met hen te eten. De fariseeën, toen ze van zo'n maaltijd afwisten, gingen ze naar de plek en buiten het huis begonnen ze te klagen over het gedrag van Christus. Terwijl ze klagen, begint Jezus de gelijkenis te vertellen en tenslotte sprak hij over een vader die een kind had verloren. Beide groepen vinden het verhaal interessant en beginnen aandachtig te luisteren. Jezus sprak toen over een jongere zoon die om de erfenis vroeg en alles verbraste. Toen kwam hij terug en de vader bereidde een geweldige maaltijd voor hem. Op dit moment begon het verhaal op te gaan in de realiteit. In het echte leven had Jezus met de groep de zondaren en in de gelijkenis spreekt hij over een vader die eet met een zoon die een grote zondaar was. En dan zegt Jezus dat terwijl de maaltijd in het huis van zijn vader was, de oudste zoon buiten stond te klagen over wat er was gebeurd. Aan het einde van de gelijkenis begrepen alle luisteraars de boodschap. Elk personage in de gelijkenis vertegenwoordigde een groep in het echte leven. De jongste zoon vertegenwoordigde de groep van berouwvolle zondaars. De vader was Jezus Christus zelf. En de oudste zoon vertegenwoordigde de fariseeën die klaagden buiten het huis. Als deze gelijkenis vandaag werd verteld, in welke groep zou u zich bevinden? Binnen of buiten het huis van uw vader?